Op weg naar de Champions Trophy kent het Nederlands hockeyteam soms ook wat nieuwe gezichten. Hoewel, nieuw. Nick Meijer was er al 35 keer eerder bij, maar 3 jaar geleden voor het laatst. Hij maakt zijn rentree. Ik moet zeggen, het is natuurlijk altijd even spannend, omdat het toch wel een beetje een ander team. En, je begint nu weer een nieuwe voorbereiding voor het toernooi. Maar ik ben zeer tevreden over hoe deze wedstrijd ging. Voor talent Valentin Verga is het wel allemaal nieuw. Hij komt over van Jong Oranje en maakt in het oefenduel met België zijn debuut. Officieus, dat wel. Het is nog geen officieel deze, maar we kijken wel verder. Maar deze was gewoon leuk om mee te maken. Je was wel je debuut met oranje shirt, het echte oranje shirt. Dus dat is wel heel gaaf. Je had er eigenlijk op gerekend om eigenlijk nog een jaar in Jong Oranje te spelen. Dit komt wat vroeger dan je had gedacht. Ja. Hij belde me dinsdag op en ik zat lekker in de trein en toen kreeg ik het te horen. Dacht ik, wat heftig. Het was best wel een shock van, je zit er gewoon bij. Wat gaaf, en daar is zo slik natuurlijk. En nog een jaar Jong Oranje, dus dat is echt super. Je hebt destijds mede bedankt voor het Nederlands team, omdat je met je studie bezig was, tandheelkunde. Hoe ver ben je daarin inmiddels? Ik hoop in januari mijn bachelor af te ronden en dan nog 2-jarige master in te gaan. Dus nu het uiteindelijk weer goed gaat met mijn studie, wil ik het gewoon weer proberen. Wil kijken in hoeverre ik dit nog aan kan en ik voor waarde hier kan zijn. En doordat mijn studie zo goed gaat, kan ik dit doen natuurlijk. Hoe is het dan vandaag om aan te sluiten bij het echte Oranje? Ik ken die jongens wel, dat voor de rest was heel gezellig is allemaal en heel erg leuk en heel erg gewoon prima. Maar mijn eerste bal was al lekker ingeleverd, maar ik kreeg allemaal van hier in het horen dat het erbij hoorde, dus hier konden we om lachen. Er was helemaal niks aan de hand. Maar ging het wel oké, het was een leuk potje om te spelen. Maakte het de stap dan makkelijker dat je de bondscoach kent van je club Bloemendaal? Ja, ik denk het wel, want de groep die ken ik al, omdat er toch een aantal Bloemendalers en jongens waar ik al eerder mee heb gespeeld, coach en de begeleiding ken ik goed. Dus ik heb wel makkelijker overleg kunnen plegen over hoe we het invullen. En we hebben af en toe contact gehouden over wat het plan is. Dus, ja. En is het nu op weg naar de Champions Trophy? Garantie heb je nog niet, maar je wil er graag bij zijn. Ja, ik wil garantie hebben we nooit, maar ik wil er zeker graag bij zijn. Ja, dit is het moment dat ik gewoon weer echt ervoor wil gaan. En dan is de Champions Trophy natuurlijk de eerste stap richting het WK. Dus. Je bent Argentijns van geboorte, je bent 6 jaar in Nederland nu. Heb je al eens overwogen om ook voor Argentinië te gaan spelen? Ik ben er wel gevraagd, maar het zit zo. Ik ben toen ik 13 was, kom ik hier. Dus ik woon hier gewoon eenmaal. En ik heb mijn vrienden hier en ik heb mijn club hier en alles. Dus het is gewoon heel erg. Je speelt gewoon voor het land waar je bent, weet je wel. Dus je speelt voor je vrienden, voor je land en voor je club speel. En dat vertegenwoordig gewoon hier. En het is gewoon, ik ben ook Nederlander geworden. Dus het zou wel heel raar zijn als ik nog voor 18 zou willen spelen. Een oranje hart in plaats van een blauw-wit hart? Ja, alleen voor het toe ben ik wel voor 18, maar voor de rest ben ik gewoon echt een oranje hart gekregen.